Ik ben Rijn Wolfs, ik ben directeur van Stedelijk sinds bijna een jaar. En ik ben hier naartoe gekomen met het idee om een Oulai-tentoonstelling te gaan maken. Een groot retrospectief van Oulai, van de kunstenaar waarvan ik denk dat hij voor Amsterdam heel belangrijk is geweest. Dat hij voor de ontwikkeling van de kunst heel belangrijk is geweest. Performance kunstenaar, een kunstenaar die heel veel met zijn eigen lichaam, met zichzelf bezig was. En een kunstenaar die ook een hele lange periode, 12 jaar, heeft samengewerkt met iemand anders, met Marina Abramović. Het is de eerste echte retrospectieve tentoonstelling van Oulai, de eerste grote overzichtstentoonstelling, waarin je ziet hoe je zich ontwikkelt van een solo kunstenaar tot een duo kunstenaar samen met Marina Abramović en dan weer tot een solo kunstenaar. Oulai is rauw, een beetje hard. Maar heel eerlijk en authentiek, denk ik altijd weer. Nou, heel veel van jullie kennen misschien de samenwerking tussen Oulai en Marina Abramović. 12 jaar lang is het een performancepaar geweest. En is het ook een echt paar geweest. En ze zijn eigenlijk de grote performers van de jaren 70 en jaren 80 geworden. En ze hebben daarmee eigenlijk een nieuwe kunstvorm op de kaart gezet. Performancekunst. Kunst dus waar ze echt met zichzelf bezig zijn, met hun lichamelijkheid, met grensoverschrijding bezig zijn. En waar ze ook heel sterk, laten we zeggen, een samenbrengen van kunst en leven hebben geprobeerd te laten zien en zichtbaar te maken. Dit was hun laatste grote performance. Daar hebben ze 7 jaar aan gewerkt. 7 jaar om het geld bij elkaar te krijgen. Om van de Chinese autoriteiten ook toestemmingen te krijgen. Om een hele grote wandeling te maken van het ene einde van de Chinese muur naar het andere einde. En samen te komen in het midden. Oulai begon aan de mannelijke kant, Marina aan de vrouwelijke kant. En toen ze samenkwamen, dat ze 7 jaar eraan hadden gewerkt, was hun relatie eigenlijk geen relatie meer. En was dat wat eigenlijk de lovers die elkaar in de armen zouden sluiten, was eigenlijk ook een afscheid op die manier. In die zin is het een kantelpunt in de carrière van allebei. Zowel van Marina als van Oulai. En een nieuw begin ook, een nieuw begin van 2 solo carrières. Sta ik zo goed? Ik wil een heel mooi voorbeeld laten zien van Oulai als performer. 1976, Neue Nationalgalerie in Berlijn, het belangrijkste museum van Berlijn. Daar hangt een schilderij, De arme dichter van Karl Spitzweg. Elke Duitser kent dat schilderij en het was bovendien nog het favoriete schilderij van Adolf Hitler. Oulai heeft dat schilderij gestolen, heeft het onder zijn arm meegenomen. Een bewaker heeft hem geprobeerd tegen te houden, is niet gelukt. Hij is met de auto dwars door Berlijn gereden, naar Kreuzberg, een andere wijk in Berlijn. En heeft ditzelfde schilderij opgehangen in de woning van een Turkse gastarbeiderfamilie. Daarmee heeft hij een heel activistisch kunstwerk gemaakt. Hij is ook met justitie in aanraking gekomen daardoor. En dat kunstwerk is ook een heel betrokken kunstwerk, denk ik. Nu is het in een museum te zien, nu is het bij ons te zien. En dat maakt ons ook een beetje medeplichtig daaraan. En ik denk dat het belangrijk is om vandaag de dag ook die activistische kunst te laten zien. En als museum ook betrokken te zijn. Wij als museum willen betrokken zijn, wij als Stedelijk willen betrokken zijn. En Oulai is een betrokken kunstenaar. Dat past. Mij trekt het persoonlijk aan omdat het ook zo mooi is als je ziet hoe die auto door dat regenachtige Berlijn rijdt. En als je de jaren 70 terugziet en als je ziet hoe Oulai daar eigenlijk door die stad rent met dat schilderij onder zijn arm. Heel elegant eigenlijk, maar toch heel activistisch. Dit is volgens mij de auto van een communist. Toen had je nog communisten in Amsterdam. Ik wil graag het werk laten zien, de metamorfose van een grachtenpad. Het is een woonhuis van Oulai op de Amsterdamse gracht. En dat is plotseling geen woonhuis meer, want hij laat er een heel groot billboard naar beneden komen. Een billboard waarop je eigenlijk een olieraffinaderij ziet. Dus hij verandert dat Amsterdamse grachtenpand in een olieraffinaderij. En daarmee thematiseert hij in 1972 de problematiek van de milieuverontreiniging. De problematiek van hoe we met onze grondstoffen omgaan, hoe we met de natuur omgaan. Ik denk dat het heel actueel is om dat vandaag ook weer te laten zien, want het is een thema wat natuurlijk altijd nog speelt. En we zijn nu bezig eigenlijk om onze omgang met die grondstoffen te veranderen en onze omgang met die aarde te veranderen. En ik denk dat het belangrijk is om op die betrokkenheid van Oulai ook op dit moment weer te laten zien.
Amsterdam is eigenlijk de spectaculaire achtergrond van dit geheel. En ik denk dat die actie echt spectaculair was en heel veel bekijks trok. En we zien het aan de omstanders die op de video te zien zijn, hoe ze daar met verbazing naar kijken. Ik ben heel trots op deze tentoonstelling, omdat die verrassend is, omdat die authentiek is, omdat je een kunstzaal laat zien die toch best wel wat rafelrandjes heeft. Het gaat niet alleen maar over mooi, het gaat ook over lelijk. En ik denk dat een kunstenaar is die heel menselijk blijft. En dat wordt overgedragen op de kijker. Dat zie je als kijker, dat een kunstenaar is die heel echt en heel origineel ook bezig is.